Het is helemaal slecht voor de wereld en dat we nu weer een tweede Hitler krijgen. Tweede Hitler? Ja, denk het wel. Een groepje demonstranten laat van zich horen voor het Amerikaanse consulaat bij het Museumplein in Amsterdam. Ze zijn het niet eens met alles wat Donald Trump nu uitvoert. No hands, no wall, human rights for all. Heeft dat nou zin? Ik hou niet van pauw. Wat zegt u? Nee. Kleur op met de pauw. Waarom sta je hier? No Trump, no KKK, no fascist USA. Heeft dit nou zin? Muslim rights are human rights. He's scared and through his fear he's creating division amongst the people. Do you think Trump will listen to what you say here? I don't think Trump listens to anything. Denkt u dat ze onder de indruk zijn hier op het consulaat? Nee, ik denk het niet. Helemaal niet, maar dat maakt niet uit. Het heeft niet zoveel zin dus? Nee, ik denk aan het einde heb het wel zin. Dat heeft wel altijd zin. Dat waarom? Heeft altijd zin, ja. Als je dit doet, het gaat wel de wereld in. Het wordt wel op Facebook, het wordt wel gezien. Het is onze schuld. Ja, dat is ook goed. Trump doet wel wat hij zegt. Ik heb nooit gestaan achter wat hij zei, dus I don't care about that. Hij houdt zijn beloftes, maar ik denk dat het helemaal slecht voor de wereld is en dat we nu weer tweede Hitler krijgen. Tweede Hitler? Ja, ik denk het wel. He is keeping his promises, but I didn't like his promises. And the majority of the United States didn't like his promises either. They voted for him. No, they didn't. He is an elected president, but he is also meant to listen to the people around him. And even the people within Congress will say no to his actions. People who support Trump in what he's doing, but I think there are also a lot of people who voted for Trump, maybe now realizing that they will not get what they wanted. Muslim rights are human rights! Waarom staat u zo te schreeuwen? Muslim rights are human rights! What people do scream harder, the Dutch or the American? Good question. I think probably the Dutch people. En wat nou als Wilders wel de grootste wordt in maart? Dat weet ik niet. Dan zoek ons het maar uit. Dan doen we nog een grotere demo, maar niet hier. Misschien dat u dan nog altijd terecht kunt in een van de moslimlanden. Dat ook, ja, misschien.